Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Ik gooi geen handdoek in de ring, je ziet me zweten. Al die munten die verander ik in paper. Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zondag. En ik ga voor jullie een nieuwe weekvlog beginnen. Dus als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden. Als je even een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met deze weekvlog. Wat? Nee, het is grappig. Oké, het is dus zondag en Mick heeft vannacht bij mij geslapen. En we gaan nu even naar de Action, want ik heb morgen lesopening van school. En ik moet daar even wat dingen kopen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En we hadden gisteren een verjaardag van Demi, dat kan je zien in de vorige weekvlog. Wat heel erg gezellig was. Hoezo lach je? En we gaan dus nu even wat spulletjes kopen. En ik zal straks uitleggen wat ik allemaal heb gekocht en waarom ik het heb gekocht. En we gaan eventjes met de auto. Dus we moeten wel even een beetje opschieten. Heb je alles? Ja, ik ga even zo mijn tanden poetsen, denk ik. Ik ben terug van de Action, want ik ging dus wat spulletjes kopen. En ik zal even uitleggen, want ik heb volgende week dus tentamenweek. En mijn eerste tentamen morgen is dat, op maandag, om 8:30 ochtends. En wat we dus moeten doen is een lesopening. En waarschijnlijk weet je ongeveer wel wat de lesopening is. Dus wat sommige docenten dus doen voordat ze eigenlijk gaan beginnen. Dus eigenlijk een beetje het enthousiast maken van de kinderen voordat we gaan beginnen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk in het basisonderwijs. Dus we moesten voor het vak natuur en techniek, geschiedenis of aardrijkskunde, moesten we dus zelf een lesopening gaan bedenken. En je mocht dus eigenlijk alles kiezen. En ik heb echt super nagedacht. En uiteindelijk kwam Mick met een best wel leuk idee waar ik heel erg goed op kon aansluiten. Dus dat heb ik nu gedaan. Wat we dus gaan doen is, het gaat erom dat de kinderen zelf verf kunnen maken. En dat heeft natuurlijk wel een beetje met natuurkunde te maken, het zelf verf kunnen maken. En daar heb ik dus iets op bedacht. Dus met primaire kleuren, met rood, geel en blauw, gaan we dus verven. En dan op een gegeven moment wil ik groen hebben, maar we hebben geen groen. En hoe gaan we dat dan nu oplossen? En kijk, je kan natuurlijk kleuren mengen, maar wat we dus ook kunnen doen, is dus zelf verf maken. En dat gaan we dan doen aan de hand van creppapier. Dat heb ik dus ook gekocht bij de Action. Ik zal dus even laten zien wat ik heb gekocht. Want wat je nodig hebt is een ei. Ik heb zo'n stuiterbal ei gekocht. Want ik dacht dat is wel slim. Want anders had hij misschien kapot. Heb ik creppapier gekocht. Want daaraan kun je dus verf maken. Dan heb ik verf gekocht. Vaste. Ja, dit vond ik gewoon heel erg leuk voor het effect. Omdat je dan ook die verf er zo in kan doen. En ik heb dus ook een zo'n ezel gekocht. Hoe heet dit? Schildersdoek heb ik gekocht. Zodat we daar eigenlijk de tekening op kunnen maken. Dus ja. En ik ga nu even dan de lesvoorbereidingsformulier uittypen. En dan ga ik verder met het volgende vak leren. Ik heb echt nog veel te weinig gedaan. Oké, het is inmiddels alweer bijna 5:00. En als het goed is heb ik alle samenvattingen ongeveer af. Mijn rekenen is niet helemaal gelukt. Dus daar moet ik nog wel even mee verder. Voor de rest ben ik even alles aan het bijwerken in de bullet journal. Want dat is wel heel erg belangrijk voor mij. Want anders kan ik het gewoon niet bijhouden. Even kijken. Nou, we hebben de eerste week. Ik begin dus gewoon echt op die maandag. Dus staan bij mij 28 januari nog. En volgende week, zo, dus maandag, dus morgen, begin ik dan met mijn praktijk, lesopening. En ik ga nu even op mijn bureau alles klaarleggen, dat gewoon alles bij elkaar ligt. En dat vind ik gewoon een heel fijn idee. En ik moet dus ook morgen mijn artikel hebben ingeleverd. Daar heb ik nog het meeste stress voor. Ik heb er wel nog een herkansing voor, maar het lukt me gewoon niet helemaal. En als het me niet lukt, dan gaat het me ook gewoon echt niet lukken. Dus dat eigenlijk. Ik ben nu dus nog bezig hiermee. En ik had ook natuurlijk mijn kennismaking op mijn nieuwe stage. En ik denk dat ik even haar e-mail en zo ga ik eventjes hierin zetten. Ik denk dat dat wel makkelijk is. Jeetje, wat zie ik eruit. Ik heb de vlog helemaal geëdit en ik heb hem nu ingepland en heb hem morgen online. Ik heb mijn spullen ook ingepakt voor de toets van morgen. Want ik heb morgen dus om 8:30 mijn toets. Best wel vroeg. En ik ga nu mijn make-up eraf halen en dan ga ik lekker slapen. Want ik ben echt heel erg moe. Dus dat eigenlijk. En ik, Nee, ik ga make-up eraf halen en dan ga ik lekker slapen.
Goedemorgen, het is vandaag maandag en het is nog echt super vroeg. Het is zelfs nog voor 8 uur. Maar ik moet om 8 uur de trein hebben, want om 8:30 heb ik mijn toets. Ik heb me helemaal klaargemaakt, ik heb me opgemaakt. En ik ga zo meteen dus naar school toe. Ik heb net nog even mijn spullen bij elkaar gezocht. En ik hoop echt dat het goed gaat komen. Ik ben best wel zenuwachtig, omdat ik wel een soort van risico zo ga nemen. Je kan natuurlijk iets doen dat je weet dat het goed gaat, maar dat weet ik nu eigenlijk niet. Dus als het allemaal precies zo gaat zoals ik wil, is het echt top. Maar anders is het echt niet goed. Wat ik nu ga doen is in ieder geval even mijn scrunchie verwisselen. Ik heb net even parfum opgedaan en ik ga dus nu mijn spullen pakken. En dan zien jullie mij na school. Dan weet ik ook gelijk het cijfer, dus dan weten jullie dat ook. Dit is wat ik aan heb. Deze trui van Chiquelle. Ik kan altijd gewoon mijn kortingscode gebruiken. En ik heb een flare broek aan. En deze is van de... Hoe heet dat? Only. Ik ben terug uit school en ik heb mijn lesopening gehad. Nog heel erg vroeg, want het ging super snel. En ik heb een 7 gehaald. Ben ik heel erg blij mee. Ik weet niet wat voor cijfer ik had verwacht. Maar bij ons is een voldoende gewoon een voldoende. Dan maakt het niet uit of je een 9 of een 6 haalt. Ik ben dus nu net thuis. Ik mag zo meteen weer gelijk gaan leren. Want ik heb morgen niks. Maar ik heb woensdag mijn tentamen rekenen. En ik wilde nu eigenlijk gelijk uit school naar de sportschool gaan. Alleen Mick wilde dus een keer met mij meesporten. Dus dat wordt echt een hel. Maar oké, want Mick doet een sportopleiding. Dus ik ga nu verder met leren. Ik moet mijn artikel inleveren. Dus die ga ik nu helemaal afmaken. En dan ga ik wachten op Mick. En dan gaan we samen even sporten. En vanavond ga ik vakantie boeken met vriendinnen. Dus ik heb even wat groene limonade gepakt. Dat vind ik echt zo lekker. En ik ga even een jongensbroek aandoen. En dan ga ik mijn artikel afmaken, want die moet dus vanavond voor 12 uur worden ingeleverd. Nou, mijn artikel is eindelijk ingeleverd. Helemaal top. En het is nu 11:30 bijna, dus ik ga nog heel even één dingetje doen. En dan ga ik verder met een ander vak liggen. Oké, ik heb net de hele tijd geleerd. En ik heb echt heel erg leerontwijkend gedrag, dat heb ik altijd. Dus ik heb mijn piano gepakt. En dan ga ik even piano spelen. En ik probeer nu wat met 4 nieuwe akkoorden. Dus dat eigenlijk. Dus ik zal even voor snel laten zien wat ik aan het doen ben. Voor de mensen die dat interessant vinden. Zo moet het ongeveer. Dus ik heb het opgezocht op YouTube. En ik ben daar nu mee bezig. En voor de rest, ja, ik heb niet op pianoles of zo gezeten, maar ik vind het wel erg leuk om te doen. Die ene noot hier aan deze kant doen het dus niet meer, dus dat is super irritant. Welke datum heb je gedaan? Ik ben nu bij Am thuis. We gaan nu vakantie boeken. Welke datum? Hier, die 16 juli. Ja, het is tot 22 juli. Bezig zoekopdracht. Goedemiddag, het is vandaag dinsdag. En volgens mij hebben jullie gisteren nog wel een stukje gezien dat ik mijn vakantie ging boeken. Ik ging namelijk mijn vakantie boeken samen met vriendinnen. En het is gelukt, dus we gaan met z'n vieren een week naar Mallorca toe in de zomervakantie, waar ik echt super veel zin in heb. Ik klink niet echt heel enthousiast, omdat ik me niet echt 100% oké voel. En dat ligt eraan dat ik tentamenweek heb en gewoon even de stress gewoon echt niet aan kan. Het is inmiddels ook 16:30 en ik heb de hele dag niet gefilmd. Ik heb wel geprobeerd de hele dag te leren, maar het lukt me gewoon niet echt heel erg goed. Dus dan weten jullie ook wel hoe ik me een beetje voel. Ik weet zeker wanneer het vrijdag is en deze tentamenweek voorbij is. Dat ik me dan gewoon weer 100% oké voel. En dat jullie je ook geen zorgen om mij hoeven te maken. Maar nu zit ik er gewoon even helemaal doorheen. Ik had wel een lieve reactie gehad van jullie met succes. En ik ben nu eventjes een vlog aan het kijken. Want ik was even mijn make-up aan het doen. Dan voel ik me gelijk ook wel iets beter. En ik moet zo meteen dus ook werken. En ik had echt vrij moeten vragen in de tentamenweek. Want ik krijg er echt nog meer stress van dan dat ik al had. Dus niet fijn.
ik moet dus zo werken. En daarna moet ik weer gelijk gaan leren. En ik ben pas waarschijnlijk om 9:30 thuis. Dus dat is ook helemaal niet fijn. Maar het is even niet anders. Reageerde nu iemand op mijn video over een pakje sigaretten op mijn bed lag. Maar als er iemand echt nooit rookt, ben ik het. Vraag ook altijd als al mijn vriendinnen. Ik ben echt de enige die gewoon niet rookt. Maar oké, misschien zag er iets raars uit. Vraag me echt af waar ze dat dan zag. Dus ik heb morgen mijn rekententamen. En dat weet ik gewoon echt het aller slechtst. En ik heb hem morgen pas volgens mij rond... Hoe laat had ik hem nou? Ik heb morgen mijn rekenen pas om 2:00. Dus daarvoor kan ik op zich nog wel leren. Dus dat ga ik dan ook nog maar doen. En daarna moet ik dus gelijk door met leren. Want ik heb die dag daarna geschiedenis. En geschiedenis is echt zo superveel. Oké, mijn concentratie was echt weg. Dus ik heb even een vlog geëdit. En ik moet over 5 minuten weg naar werk. Maar ik heb een superleuk pakket gekregen. Wanneer komt deze vlog online? Kut. Ik kan het nog niet laten zien, want het is voor mij, ik van Valentijnsdag. En dus ik kan eigenlijk nog niet laten zien wat het is. Want ik weet dus niet of hij de vlogs kijkt. Ik heb eigenlijk geen idee of hij de vlogs kijkt. Dus ik kan het helaas niet laten zien. Maar als ik in de volgende week vlog, laat ik wel allemaal zien wat ik allemaal heb gekocht. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En het is nu 11:45. Ik heb me net even opgemaakt en klaargemaakt. En ik heb straks mijn tentamen. En ik ben echt super zenuwachtig, want ik heb deze toets echt super slecht voorbereid. Ik heb namelijk zo meteen mijn rekententamen en ik had het gewoon heel erg onderschat. Dus ja, je moet van 2 tot 4. En daarna komt Mick mij uit school ophalen, want dan gaan we samen even naar de sportschool. En daarna moet ik dus echt weer heel hard gaan leren, want ik heb morgen geschiedenis. En dat wordt ook echt een ramp als ik dat vandaag niet ga leren. Dus dat eigenlijk. Ik heb mijn make-up gedaan en ik heb deze top aan van Chiquelle. Deze heb ik echt bijna nooit aan. En ik heb hieronder zo'n topje van Calvin Klein. Een zwarte en hij schijnt gewoon niet door. Dus echt super chill. Want ik hou echt gewoon van die sport BH van Calvin Klein. En ik ga zo meteen nog even wat eten maken. En ik heb wel mijn samenvatting nu pas af voor rekenen. Dus kun je nagaan hoe slecht ik ben voorbereid. En dan ga ik nog heel even een uur leren. En dan neem ik om, ik denk om 2:50. Ja, zoiets. Dan neem ik de trein naar Leiden om mijn toets te maken. Wat ik probeer te doen als ik dingen uit mijn hoofd moet leren, is dat ik een ezelsbrugje... Kijk, stel dat ik 6 dingen moet weten, dan probeer ik een ezelsbrugje te maken met de eerste letters. En die schrijf ik dan ook op. Nou, ik heb dan een ezelsbrugje, dan schrijf ik dus die eerste letters op. En dan probeer ik daarbij, probeer ik dan de woorden daarachter te schrijven. Ik weet echt niet of dit voor iemand werkt, maar ik ben echt wanhopig, want ik heb over een uur mijn toets. En het gaat hem gewoon echt niet worden deze keer. Ik heb hem echt slecht voorbereid. Ja, zo zie je helemaal niet. Oké, Mick heeft me opgehaald uit school. En mijn rekenen ging uiteindelijk beter dan wat ik dacht. En Mick en ik gaan nu samen naar de sportschool. Dus we hebben even sportkleding aan. En dan gaan we samen sporten. Zou ik filmen in de sportschool? Zullen we dat een andere keer doen? Andere keer. En daarvoor moeten we nog even wat eten halen. En wat ik aan heb is deze grijze sportlegging en een blauw shirt met lange mouwen. En Mick dit. Leuk hè? Oké, Mick en ik zijn vandaag naar de sportschool geweest. En we hebben allebei al gedoucht. En Mick heeft me net overhoord. Heeft me overhoord voor geschiedenis, want ik heb morgen dus geschiedenis tentamen. En ik zie het niet meer echt zitten, dus ik ga morgen zelf verder. Dat ging goed. Het ging niet goed. Je wist er 4 niet of zo van de 50. Hou op. Die ene, er waren die 4 of 5 die je niet had geleerd. Nee, maar schat, ik wist toch net met overhoren ook bijna niks. Wat bedoel je? Dat wist je heel veel juist. Nee. Jawel. Dus ik ga nu even thee drinken. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En het is inmiddels bijna 9:30 en ik ben nog even aan het leren voor mijn geschiedenis. Want ik heb straks mijn geschiedenis tentamen en ik ben echt mega zenuwachtig.
Het gaat dus over de 50 kanonvensters die je waarschijnlijk ook op de basisschool hebt gehad. Maar bij ons wordt nog een beetje uitgebreid met dan ook een actualiteit en allemaal dat soort dingen. En ik heb straks dus daar een toets over. En ik krijg ook gelijk de uitslag. Dus die weten jullie dan ook al vanmiddag. Mick die had bij mij geslapen en heeft me gisteravond echt tot heel laat zitten overhoren. En ik heb echt spierpijn van gisteren van de sportschool. Hij is nu aan het douchen en ik ben dus nu nog aan het leren. Ik ben proberen nog alles te herhalen, wat natuurlijk niet gaat lukken, want 50 is gewoon echt te veel. En dan ga ik over, denk ongeveer 10 uur moet ik de trein hebben. Om 10:30 heb ik mijn toets. Wat ik aan heb is een trui van Ralph Lauren en een broek van Chiquelle. Die zal ik zo meteen nog even laten zien. En ja, dat dus. Oké, ik ben terug van mijn geschiedenistoets en dit was echt een avontuurtje op zich. Echt niet te doen, maar ik had dus vanochtend om 6:30 mijn wekker gezet om te leren. En ik had om 10:30 mijn toets, dus ik dacht ik neem een trein eerder, ik ga om 10:00. Dan ben ik er ongeveer om 9:55. En dan red ik het makkelijk om 10:30 in de klas te zijn. Dus ik stond met Mick echt 9:45 al bij het station. Echt super op tijd. Dus toen kwamen we daar aan. En toen stond er, jullie trein heeft 5 minuten vertraging. Toen dacht ik, nou ja, 5 minuten, dat maakt niet heel veel uit. Na die 5 minuten stond er opeens 10 minuten. Ja, en ik wilde niet wachten tot die trein ging vervallen. Want die trein daarvoor was ook al vervallen. Dus ik zat echt ongelooflijk in de stress. Maar gelukkig heb ik natuurlijk een auto. Dus ik dacht, ga ik met de auto naartoe, wordt wel heel krap. Toen moest ik echt super hard rennen. Kwam ik echt 2 minuten voor tijd. Kwam ik eindelijk aan in de klas. Echt helemaal bezweet en hoesten en dit en dat. Toen moest nog mijn geschiedenistoets gaan beginnen. Toen moest ik dus 3 kaartjes trekken. En ik had echt 3 kutkaartjes gewoon. Ik weet dat ik het niet mag zeggen. Maar het was echt niet chill. Uiteindelijk heb ik wonder boven wonder. Heb ik een 6 gehaald. Dus ik ben super blij. Want nu hoef ik het nooit meer te doen. Geen geschiedenis meer te leren. Dus ik ben echt heel blij, aangezien ik ook ongeveer naar geen enkele les van geschiedenis ben geweest. Nu ben ik thuis. Het is nu 12 uur. Ik ga nu lekker een tosti eten, even een YouTube video kijken en dan weer verder leren voor natuur en techniek. Ik ben zo blij dat Mick gisteren alles met mij heeft zitten overhoren, want anders had ik echt een onvoldoende gehad. Dus echt, love it. Oké, ik was net even een tosti aan het eten en ik ben een video aan het kijken van Lola Lotte Ros over dat ze gaat reageren op dat ding van Fabiola. En met dat soort dingen, die sensatie vind ik altijd zo leuk om dat te gaan kijken. Ik heb ook al die filmpjes van, ja, gewoon van Vonne en van Fabiola gekeken. Alleen ze heeft nu haar account afgeschermd, dus nu kan ik het niet meer kijken. Maar ik vind het gewoon grappig om dat allemaal te volgen. En ik ga nu, dus gelijk weer verder leren. Het is nu inmiddels 10:50. En ik moet ongeveer bijna alles nog leren van natuur en techniek. Dus dat moet ik nu zeker gaan doen, anders ga ik het echt niet halen. En ja, dat eigenlijk. Ik leer dus echt altijd zo in bed. En dat is zo slecht, want ik moet eigenlijk gewoon daar aan het bureau zitten. Maar daar heb ik gewoon geen zin in. En ik heb net een eindbeoordeling gekregen van mijn stage. En ik heb dus met een 8 afgerond, dus ik ben mega happy. Echt heel blij. Ik ga nu even beneden nog iets van chocola of zo pakken, want daar heb ik echt zin in. En ja. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Er zit echt nog heel veel mascara boven mijn ogen, maar dat ga ik straks weghalen. Dus ik weet dat het er zit. Ik wilde vanochtend heel vroeg opstaan om te gaan leren. En mijn telefoon doet niet meer goed. En toen is dus mijn wekker niet gegaan. Dus nu moet ik over 1/2 uur naar school. Dus ik heb nu helemaal niks geleerd. Dus ik weet nu de helft van de toets ongeveer niet. Dus voor deze toets ga ik maar voor de herkansing. Ik heb het al een soort van opgegeven. Want ik ben gewoon niet goed in natuur en techniek. En ik heb het gewoon nooit gehad. En de andere toetsen zijn best wel goed gegaan. Dus ik zou het ook niet heel erg vinden. Dus ik ga in ieder geval nu even dit lekker opeten. En dan naar school toe voor mijn allerlaatste toets. Ik zal even uitleggen wat ik net bedoelde. Ik heb dus straks een natuur en techniek toets. En dat is echt super veel. En het waren 4 hoofdstukken. Dus ik dacht, ik had alles wel al een samenvatting van en ongeveer geleerd. Dus ik dacht, als ik nou gisteravond, weet je, want ik kwam gisteren natuurlijk uit school. En ik moest gisteren ook werken. Dus ik dacht, dan doe ik gisteren doe ik dan de eerste 2 hoofdstukken. En dan doe ik vandaag de andere 2. Dus ik had mijn wekker om 6:30 gezet. En toen is dus mijn wekker niet gegaan. Mijn camera is vol, heel veel beelden vrij. Dus ik wilde vanochtend nog eigenlijk de rest leren. En dat kon dus nu niet. Dus ik was net echt heel erg in de stress.
Maar ik denk eigenlijk dat als ik dat vanochtend had gedaan, dat ik het misschien ook niet had gehaald. Dus ik ga hem er gewoon voor de kant zien. En ik ga hem wel maken zodat ik kan zien wat de toets precies inhoudt. Oké, ik ben terug van de toets. En ik weet niet zo goed hoe het ging. Ik kan er niet echt uitspraak over doen. En ik ga nu even naar Mick toe. Dus dat eigenlijk. Hij moet wel om 3 uur werken en het is nu 12 uur. Maar ja, dan zijn we gewoon eventjes samen. Volgens mij zou ik vanavond daar blijven slapen. Maar ja, ik weet niet wat ik anders nu ga doen. Dus dat eigenlijk. Ik zie er echt niet uit. En mijn haar is echt kapot vet. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga in ieder geval nu naar Mick toe. En dan zie jullie mij bij Mick. Ik ben weer bij mijn vader. Ik heb mijn spullen heb ik allemaal weer hierheen gedaan. Ik heb alles ingepakt. Ik heb daarnet nog even gedoucht. En ik weet dus eigenlijk niet wat het laatste is wat ik heb gefilmd. Volgens mij dat ik zei dat ik naar Mick toe ging. Alleen Mick moest dus om 3 uur werken. En ik ga zo meteen daar gewoon blijven slapen. Alleen ik heb mijn maandelijkse ding. Dus ik heb echt zoveel buikpijn. Ik ga echt dead gewoon. Want ik kan er gewoon echt heel slecht tegen. Dus ik heb ook gewoon even een joggingpak aan. Deze groene. En ik moet dus morgenochtend weer om 7 uur werken. Dus dat is echt niet fijn. Maar ja, het is even niet anders. Want ik was vergeten dat ik moest werken. Voor de rest is er nog een pakketje binnengekomen van Zalando. En dat heb ik besteld voor Mick voor Valentijnsdag. Maar ik kan helaas nog niet vertellen wat het is. Want ik weet dus niet of hij die vlog gaat kijken. Want deze vlog komt natuurlijk altijd op maandag al online. En ik weet niet of hij hem dan ziet. Maar volgende keer in de volgende week vlog komt hij sowieso. Dan vertel ik ook wat ik heb gekocht en zo. Dat is wel leuk. Ik ga nu even mijn werkspullen inpakken. En dan ga ik nog heel eventjes een YouTube video kijken. En dan ga ik Mick ophalen. Wat ik meeneem. Ik neem even deze tas mee. Dat vind ik gewoon handig. Met daarin mijn laptop. Dan een oplader heb ik nodig. Zo. Voor de rest neem ik geen make-up mee of zo. Maar ik neem wel een haarborstel en deo mee. Voor de rest heb ik gewoon make-up en zo. Heb ik altijd gewoon bij Mick liggen. En ook make-up remover. En voor de rest mijn werkkleding. En ik doe al schoenen aan en een jas. En dan kan ik gelijk morgen door naar werk. Oké, ik heb Mick opgehaald. Want ik zou eigenlijk bij Mick slapen. Maar Mick slaapt nu toch bij mij. Door de omstandigheden. Ik kreeg een eten. Toen niet. En, dus ik heb net even een hamburger gemaakt voor Mick. Was het lekker? Wat beter gekund. En we gaan zo meteen gaan we in overtreding kijken. En wat gaan we daarna doen? Of gaan we ook nog iets anders kijken? We kijken of er filmpjes of zoiets, maar ja, we weten nog steeds niet aan welke serie we willen beginnen. Dus als je weet een serie die leuk is voor ons allebei, moeten jullie dat even reageren. Duimpjes omhoog. Duimpjes omhoog. Goedemiddag, het is vandaag zaterdag. En het is bijna 1:30. Ik moest tot 1 uur werken en ik heb heel snel even wat make-up extra opgedaan. Want Ijf kon mij zo ophalen, want we gaan namelijk lunchen in Den Haag. Mijn make-up ziet er echt niet uit. Oh mijn god. Nou, dus ik zal zo meteen even verder filmen. Ik ben nu even snel mijn spullen bij elkaar aan het pakken. Gelukkig zat mijn haar nog wel oké. En ik had vanochtend wel gewoon mijn haar gesteld. Dus ik ga nu even mijn sieraden omdoen en dan ga ik naar Ijf. Ik ben in Den Haag met Ijf. Jee. En we gaan zo meteen even lunchen. Als iemand weet waarom dit is, laat het even achter in de reacties. En ik heb het best wel heel erg koud met deze jas. En Ijf en ik hebben elkaar... Nee, oké, dat is echt onzin. Er was een klein conflict, maar dat is nu opgelost. Even, ik zijn nu even wat aan het eten. Maar nu lijkt het echt wat halen. Nou jongens, ho. We zijn nu in Den Haag, net even een fotoshootje gedaan. Volg me even op Instagram, Ijfco. Ja, Ijfco voorbij. Like voor like, follow voor follow. Nou, we zijn nu even wat sfeerbeelden aan het maken. We hebben net geluncht bij het Gouden Boot. Het was echt heerlijk. Echt genieten. Ik ben weer terug uit de stad. Wat zie ik er slecht uit. Ik ga even deze weekvlog editen. En ik ga nog een andere video editen in bed. Straks komt Eva bij mij eten. Dus dat. En ik heb net een nieuwe telefoon besteld. Dus volgende week komt er een unboxing erover online. Dus ik ben heel erg blij. Echt heel erg blij. En
Ja, ik ga dus nu even verder editen. En mijn camera moet zo meteen even met een schroefje wat strakker worden gemaakt. Dat ga ik ook even doen. Ik zag dat ik helemaal was vergeten om de weekvlog af te sluiten. Als jullie dit een leuke weekvlog vonden, zou ik het heel erg leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog doet. En vanaf zondag komt er elke dag om 4 uur een nieuwe video online. Dus ik zou het ook super leuk vinden als je die video's gaat kijken. En donderdag komt er een video online over mijn opleiding. Dus hou die zeker ook in de gaten. Daarom moet je even zeker abonneren. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!